My name is Abdebe Kasai Beyene. Beyene is the last name. Abdebe is first name, and I came from Ethiopia. Het gaat over mensen die uitgeprocedeerd zijn. Die hebben dus helemaal niks meer, die zijn illegaal. Maar ze hebben wel nog steeds reden om te weten, ik kan niet terug naar mijn land, want daar loop ik gevaar. We are on the street. They put us on the street like a more than garbage. Garbage, they have places to put it, but we don't know what to do. Het feit dat dit soort situaties bestaan geeft ook aan dat ons uitzettingsbeleid niet goed functioneert. Mensen komen op straat te staan en worden geacht om van de lucht en van de zon te leven. Geen onderdak, geen kleding, geen medische verzorging, helemaal niks, geen enkel recht. En vogelvrij. Want uiteindelijk gaat het om fundamentele mensenrechten die aan mensen worden ontzegd. Nobody can take away from somebody their basic human rights. Amnesty erkent dat een overheid het recht heeft om zelf te bepalen wie er wel of niet in het land kan blijven. Maar dat altijd alleen maar met inachtneming van de mensenrechtenstandaarden en de menselijke waardigheid. Het allerbelangrijkste is dat de Nederlandse burgers weten dat dit gebeurt in hun land, op hun straat. En dat zij daar in principe iets over te zeggen hebben. We can't go anywhere. But we can't disappear also. We are existing, so how we can disappear? Shall we jump into water or where?